Hallo lieve kinderen, daar zijn we dan weer met ons wekelijks programma Kollerkind. Vandaag gaan we naar een heel ver land, een land in Zuid-Amerika. Wil je ook meedoen aan een programma bij Kollerkind, dan kom je op de televisie en misschien heb je wel een leuk idee. Dan kun je me altijd even bellen op dit telefoonnummer. En hier zijn we dan in Paramaribo, de hoofdstad van, dat is nog een verrassing. En daar doen ze natuurlijk ook allerlei spelen, voetballen. We hebben heerlijk met elkaar gezongen. En ja, jullie zien het, de kinderen wonen hier wel even anders dan in Nederland. Ze wonen hier in houten huisjes en er zijn geen flats. En de brievenbus, dat staat op de muur geschreven. Een heel ander land, maar wel lekker warm en zonnig. Suriname. En waar ligt Suriname, weet je dat? Nee. Goed. Jij weet niet waar het ligt, hè? Nee. Nou gaan we je voorstellen aan de Nederlandse kinderen en aan de Surinaamse kinderen. Hoe heet jij? Ik heet Roberto. En hoeveel jaar ben jij? Ik ben 7 jaar. Goed, Roberto. Nou, vertel jij nou eens, jij zit op school. En in welke klas zit jij? In de 2e klas. En wat leer jij allemaal bij jou op school? Zoveel dingen. Nou, vertel eens, wat leer je onder andere? Rekenen, taal, schrijven, tekenen. En wat vind je het allerleukste op school? Om taal maken. Ja? Taal maken en hoofdrekenen. Zo, even taal of rekenen vind jij het allerleukst? Nou kun jij taal. Nou weet jij, omdat je taal leuk vindt, vind je ook moppen leuk, hè? Vertel jij eens een leuke mop. Ik weet niet welke mop ik ga vertellen. Je had een hele leuke mop, zei je. Die ga ik vertellen. Wat? Hou even vast. Ik moet even kijken of je er nog wel op staat. Ja. Ga je zitten, hoor. Zo blijf je zitten. Vertel de mop. Er was eens een man. Hij was in een kerk. Maar met zoveel mensen, dat doen kinderen het regenen. Dat was, dat hij tegen een paar mannen zei, hoe lang gaat het door? Hebben die mannen zei, hoe lang gaat het door? Hij zei, hoe lang gaat het door? Hebben die mannen zei, hoe lang gaat het door? Hij zei, die paarden snel geworden, is hij dat deur dicht gaan maken, is hij weer gekomen. Klaar. Klaar. Wat zou jij nou willen weten van de Nederlandse kinderen? Weet je dat wij van de week hadden gesproken, kinderen, en toen vertelde hij dat hij vroeg aan mij, is het waar dat ze in Nederland een sneeuwpop kunnen maken? Ja. En wat heb ik toen verteld? Wat? Wat heb ik toen verteld? Over een sneeuwpop. Ja. Je gaat een sneeuwpop. Je maakt een sneeuwbal. Dan zet je erop. Dan maak je een grote bui. Dan maak je weer een grote bal. Dan zet je erop. Dan maak je een kleine bal. Dat is dat hoofd. Dan zet je 2 ronde zwarte dingen. En een wortel. Een
wortel, ja. Dan zet je het lang. Dan zet je het nu eens. Als jij nou later groot bent, wat wil jij dan worden? Een politie. En waarom vind jij het leuk om politie te zijn? Om dieven te vangen. Ja? Heb je een hekel aan dieven? Ja. En wat zou je dan met ze doen als je ze gevangen had? Ik zet ze in de gevangenis en altijd ga ik ze slaan. Oh, ga je ze slaan? Oh! Want ze mogen niet stelen. Ze mogen niet stelen, hè? En ze stelen wel, hè, sommigen? Ja. Dus jij vindt dat ze een pak slaag moeten hebben en met de stok? Ja. En dan? Ga een beetje omhoog zitten, schat. Anders dan kunnen we ze hier niet meer zien. En dan, wat ga je dan doen? Er is brand, we horen de politieauto. Of de brandweerauto. En wat ga je dan doen als je ze in de gevangenis hebt gezet en je hebt ze een klap gegeven? Als ze me een klap geven, dan roep ik die baas van die politie. Ja. Dan brengen ze naar een politiepost, aan de politiepost. Dat ze dan altijd slaan. Hoor je de brandweerauto? Ja. Gaan we aan Natasja vragen wat ze vindt? Ja, zullen we dat doen? Ja. Wil je nog iets vertellen? Nee. En nou gaan we praten met Natasja. En Natasja, jij bent de zus van? Roberto. Roberto. En jij bent? Hoeveel jaar? 9 jaar. Jij bent 9 jaar. Vind je het leuk om 9 jaar te zijn? Ja. Wat is nou leuk om 9 jaar te zijn? Dan ben je nog jong. En dan kan nog veel dingen doen als je jong bent. En jij gaat iets worden, hè? Je later als je groot bent. Ja. Wat ga jij worden? Ja, vrouw. Ik dacht dat je een dokter wilde worden. Ja, maar het is dingen. Ben je veranderd? Daar moet ik naar Nederland gaan om te gaan studeren. En het is te veel om te studeren. Dus daar heb ik dingen. Kom je toch bij mij logeren een tijdje? Ik weet het niet. Maar als je een juffrouw wilt worden, wat ga jij de kinderen dan leren? Zoveel dingen. Als taal, rekenen, aardrijkskunde, natuur. Onderwijs, tekenen, muziek, en zo. Weet jij welk land er naast Suriname ligt? In Noord-Amerika. Nee, Zuid-Amerika. Yes. Zuid-Amerika. Maar welk land ligt er nou, als je Suriname ziet, dan ligt er aan de linkerkant ligt er een land. Welk land is dat? Frans Guyana. En aan de andere kant? Frans Guyana daar. Brazilië aan de andere kant. En Atlantische Oceaan. Venezuela ligt er ook vlakbij. Venezuela is ook een land. Ja. Dus jij... Wat ben jij nou eigenlijk? Een meisje. Je bent een meisje? Ja. Maar ben jij een Hindoestaans meisje? Of ben jij een Javaans meisje? Nee hoor. Ik ben een Haitiaan. Je bent een Haitiaan. Oh. Ja. Ik ben een Haitiaan. Oh. Ik dacht dat jij een Creool was, maar dat is niet zo. Nee. Ik ben een Creool. Niet, hè? Nee. Je bent een Haitiaan. Ja. Nou, zijn er heel veel kleuren hier in Suriname? Ja. En wat vind je daar nou van? Goed. Gewoon, hè? Ja. En ben je ook allemaal vrienden met ze? Wat? Ben je allemaal vrienden met ze? Nee. Ik heb verschillende vrienden. Ja.
Vertel eens wat over je vrienden. Een meisje is een bakker van mijn klas. Een ander is een Creools. En een ander is een Hindoestaan. En wat praat jij nou als jij niet Nederlands spreekt? Of Pietal soms, maar dat is allemaal verstaan. Maar als jij die taal spreekt, kan ik het niet meer verstaan. Wat? Als jij nou een andere taal spreekt, je moedertaal, dan kan ik hem niet meer verstaan. Nee, ik kan het niet zoveel. Ik kan het niet zoveel. Zullen we eens aan jouw vriendinnetje vragen nu of ze wat wil vertellen? Ja? Ik ga weer een vraag stellen. En jij heet? Rubia. Rubia. Rubia, jij bent een hele goede leerling, heb ik gehoord. Ja. Kun jij eens ons vertellen over de geschiedenis van Suriname? Ik heb niks om te vertellen. Niets? Nee. Toch wel een klein beetje. Ik vind geschiedenis leuk. Vind je dat niet leuk? Ja. Wat vind je wel leuk? Geschiedenis. Nou, maar vertel eens iets over de geschiedenis. Wat weet je van geschiedenis? Je schreef alles op het bord. Zoals? Vader met de tijd en alle soort van ze. Hè? Ik ken van alles. Van alles kreeg ik. Ja, vertel eens wat. Vertel eens wat. Ik weet niet wat ik moet vertellen. Ik weet niet wat je moet vertellen. En Rubia, die wordt ook een juffrouw. Ja, ik word een juffrouw. Als jij nou de kinderen niks kan vertellen over geschiedenis, wat ga je de kinderen dan leren? Ik kan ze vertellen, ja, maar dan heb je een boek om te vertellen. Ja. Dus je gaat ze uit het boek leren? Ja, zo doe je vooral ook met ons. En wat vind je dat de kinderen nog meer moeten leren? Wat zei ik? Wat vind je dat kinderen nog meer moeten leren? Ze moeten van alles leren. Van zo net als natuuronderwijs, rekenen, taal, geschiedenis en dergelijke dingen. En moeten ze ook leren hoe ze groot moeten worden, kinderen? Ja, ze moeten leren. Ze moeten van alles leren dat ze groot moeten worden. Ze moeten leren en naar een andere klas gaan. Wil je ook een keer meedoen? Bel dan met...